jongens, we zijn Dennis, aka Denske. En vandaag hebben we jullie episode 3 van Road to Life Emocrit Chemstrike. En dit is mijn vector, dus we spelen weer met dezelfde vector als vorige keer. En ik had hiervoor eigenlijk een andere lobby die ik gejoined was. En dat leek in principe best een leuke lobby. Alleen mijn teammates waren zo slecht. Het was echt, ik denk, nee, ik ga hier niet meer door. Want ik stond persoonlijk nog best wel goed. Ik stond iets van 10 om 3 of zo, niks mis mee in principe. Alleen mijn teammates hadden gewoon al 5 deaths binnen de eerste 10 seconden van de match of zo. Allemaal, ze waren echt zo super slecht. KD was van, volgens mij gemiddeld een 0.3 KD of zo van iedereen. Ongeveer hetzelfde als mijn accuracy is. Jezus, waar ben ik? Ik heb het eerder ook al gezegd dat dit wapen zo irritant is met de red dot op afstand. En dat ligt meer aan mij. Ik vind het gewoon heel irritant om te schieten met een wapen. Een submachine gun met de red dot. Ze hebben aangekapt, maar toch loop ik deze kant op. Niet echt heel erg slim misschien, maar oké. Ik heb gelijk puntjes allemaal weer binnen. Let's go. Ammo crate. Hopelijk krijg ik even goeds uit. En verder. Dat is zeker niet verkeerd. Ze lopen boven mij, al mijn teamers staan al dood. Hoppakee. Dit wapen is wel chill, die kun je wel echt mee gaan streaken. Dus dat is gunstig. En dit was trouwens ook een join in progress, maar ik had pas 2 punten. Of in ieder geval ons team had pas 2 punten. Ik denk, ja, weet je wat, we gaan er lekker mee door. Dat is natuurlijk niks. Dat is geen reden om te stoppen, maar als bijvoorbeeld een match al lang in gang is, dan stop ik. En er was er een net langs mij, ik weet niet waar mijn ding zei. Woe, close. Ik weet niet of hij nou hier omhoog komt, want hij weet dat ik er ben. Ik ben niet iemand die echt... Hij loopt op die ladder. Je hoort het al, hij liep op die ladder. En hij is dood. Spant er hier in achter ons. Hij wil weer die ladder opklimmen. Hij denkt van... zal ik het doen of niet? En ik zeg, nee. Waarom krijg ik altijd submachine guns bij red dots? Ik zeg net toch wat ik haat. Eigenlijk moet ik al die setcoms opsparen. Zodat ik daar ook een soort van orbital heb. Oeh. Ik heb het idee dat het tijd is om te gaan vertrekken hier. Ik zat 13 omheen al. Holy shit. Best wel lekker hoor. Dit is een grote map. Dus ik had eigenlijk niet verwacht dat ik hier al zo goed op zou gaan spelen. Dit is heel dom wat ik nou ga doen. Ik ga iemand waarschijnlijk challengen. Hé, hey, wacht. Ik kan mijn ammo pakken. Stand, ik heb het idee. Er zit er een boven mij. En mijn teammate is nu dood. Hopelijk springt hij naar beneden. We moeten hem nou misschien een beetje slimmer aan gaan pakken. Oh nee. Oh, nice. Ik wou een nieuwe ammo crate, want ik had hem al best lang. En die hebben we ook. Dus even kijken wat erin zit. Alsjeblieft een goed wapen. We zitten op een streekje. No. Waarom krijg ik dan een bulldog? Als ik ook maar een assault drive kreeg of zo, dat ik zeg het, jongen. Ik rook de chemstruik al. Hey teammate, bedankt man. Wil je sticker? Een mooie glinster sticker. Kun je op je voorhoofd plakken. Of op je hand. Dit is zo fucked up nou, jongen. Dit is echt officieel fucked up. Ik hoop echt dat iemand anders ook ammo crates heeft. Dan zou ik thuis wel op kunnen pakken. Ik kan niet nog een keer in die kist. En ik kan hier niks mee. Dat is ook niet slim wat ik nou doe. Ik ga op een heuvel staan, zodat ik sowieso range nodig heb. En ik heb geen range. Hopelijk werkt dit. Ik ga ze van dichtbij verrassen. Hopelijk als ze hier komen, dan pop ik ze een shotgun in hun hoofd. Daar was er eentje. Woo! Come on! Oké, we hebben nu Blitzfest. Gaan die dingen weg eigenlijk? Want hij is weg. Oh, wacht, ik had het net volgen natuurlijk. Alsjeblieft, ik moet nog zoveel kills voor een nieuwe ammo crate. Dat is echt absurd. Ik hoop echt dat ik ze afschrik met die shotgun. Hopelijk kan ik hier onderdoor kijken. Ik kan nou niet gaan pushen. Ik ben echt fucked. Ik ben echt fucked. Mijn ammo crate is weg. Ik hoop echt dat iemand anders nou gewoon mij kan helpen met de ammo crate. Er ligt er eentje. Hij zit hier. Oké, dan ben ik fucked. Rennen. Hij heeft een sniper. Ik ga rennen voor mijn leven. We hebben triple caps. Ze spawnen overal. Ik moet echt anders aanpakken. Dat heeft geen zin. Als ik daar blijf staan, gaat het altijd fout. Ik kan wel constant bij dat ding gaan liggen, maar daar hebben zij op den duur ook door. Dus nee. Zeg alsjeblieft dat ze hier doorheen komen ofzo. Dat zou zo gunstig zijn. Yes, zit er eentje boven. Come on. Ah, ik had gehoopt dat hij nog eentje meer had. Komt er boven. Come on. Nog eentje. Dit is echt het beste wat mij kunnen overkomen. Dat ze gewoon allemaal naar binnen willen.
Teammate gaat die vlag ook hebben. Ik kan hem niet helpen. Helaas, jongeman. Oké. Nee, ik ga hierin. Wacht. Als jullie zeggen dat ze nou... Oh, dat zou het beste zijn. Dat ze nou naar A toe gaan. Ik heb bijna mijn ammo crate. Een nieuwe. Ik heb bijna mijn nieuwe ammo crate. Ik zet even dit dingje neer. Dan kan ik zien waar ze ongeveer lopen. En oké, dat is niet gunstig. Teammates gaan dood. Dat is nooit een goed iets. Oh shit. Alsjeblieft, kom. Hij zit in het hoekje. Hij zit recht tegenover mij. Als je ziet op de minimap. Hij zit precies daar. Alleen, ik kan daar niet schieten. Dat is te ver. Teammate loopt er nou voorbij. Die gaat dood. Het enige wat ik nou kan doen is hopen dat die kerel naar A toe gaat. Dit is tactisch spelen. Ik hoop echt dat ze A gaan cappen. Als ze nou met 3 man A gaan cappen, zou zo gunstig zijn voor mij. De enige manier om te kunnen killen. Oh shit. Ik weet niet of jullie ze zagen daar. Oké, ik weet niet hoeveel ik overleefd heb, maakt niet uit. Deze kill is voor mij. Oh, hij is dood. Shit. Ik moet nog 1 kill van ammo crate. Dat was echt spannend eventjes. Ik zat daar van, kut. Ik weet dat er meerdere enemies om me heen zaten. Er zaten er 3 om me heen. Er liep er hier eentje. Oh, die had ik moeten hebben. Er zaten er 3 om me heen. Want eentje zat dus daar in het hoekje. En 2 zaten er in dit geval. Eentje liep er naar mij toe. Oh mijn god, dit vind ik spannend. Dit is spannend. Ik wil eigenlijk aan de ene kant niet nou al halen, want dat zou echt insane zijn. Zou ik hem eerder hebben gehaald als mijn Free For All Campstrike? Maar die Free For All Campstrike, die heb ik ook gewoon alleen maar gechoked, zeg maar. Dat was echt erg. Het probleem is dat ik nou weer met dat range probleem zit. Ik moet... Ik heb die range, weet je. Ik heb geen range, dat is het probleem. Ik moet die range hebben. Yes. Dus we gaan weer naar A toe, dat is mooi. Dat is gunstig voor mij. Ik moet toch rond A blijven willen eventjes. Dat is de afstand kosten. En zodra ik daar ook een nieuwe ammo crate kan, dan kan ik kan vorderen, zeg maar. Dan kan ik verder, kan ik weg gaan lopen. Dan kan ik afstand mensen killen. Nou kan ik dat niet. Nou zit ik gewoon vast. Dan gaan we nog winnen ook. Heb ik niet eens tijd om dat ding te halen. Dus ik ga toch maar even agressief spelen. Ik heb geen keus. Oh mijn god, ze zitten allemaal op die dingen te campen. Hij heeft mij gezien. Oh shit. Hij heeft mij gezien. Ik moet hier echt mee. Maar we hebben echt weinig tijd nou nog. We hebben serieus weinig tijd. Ik heb maar 1 kill nodig met dit wapen. Maar eentje. Dan kan ik een ander wapen krijgen. Dit is sowieso 100% een campstrike als ik gewoon een normaal wapen heb. Snel Charlie. Nee, het draait om. Nee, ja, ik had geen tijd, jongens. Ik moest erop af. Kutzo, waarom kreeg ik... Oh, ik had gewoon 1 kill meer moeten hebben. Oh shit, dat zie ik al met. 1 kill meer, hier heb ik hem, mijn ammo crate. Wat zou ik eruit krijgen? Ik ben benieuwd. Laat zien wat ik eruit zou krijgen. Een SVU. Ja, dat was al goed geweest. Dat was al helemaal goed geweest. Kom mooi van afstandje, was easy uitspelen. Oh, jongens, ik zat er zo dichtbij, hè. En iedereen in de eerste episode zegt, Dennis, je kunt dat niet halen, dat is onmogelijk. Nou, moet je eens zien, jongens, hoe dicht zat ik erbij, hè. Je moet wel slimmer spelen. Het is natuurlijk dat jij niet zomaar rond kan rennen, want je krijgt random wapens. En dat is ook de reden waarom ik die shotgun heel voorzichtig speelde. Ik kon niks. Deze map is nou net een van de grootste mappen die in de game zit. En natuurlijk niet de allergrootste, maar één van de grootste. En dan heb je gewoon een probleem als je shotgun krijgt. Ik moest er 1 keer over de shotgun, dan had ik dus in dit geval een SVU gekregen. Dan had ik hem uitgespeeld, had ik hem gehaald, 100%. Helaas is dat niet het geval geweest. Toch hoop ik dat ik voor jullie een like heb verdiend. Dus als je het leuk vond, laat eens een like achter. Bij 400 likes ga ik een nieuwe episode voor jullie recorden. Dus tot de volgende keer en houden we.